Ik hoop dat wij het vrouwenverhaal dat wij al 100 jaar met KVLV maken hier in Vlaanderen, dat wij dat in volle dynamiek blijven verder zetten, onder elkaar, maar ook in dialoog met de vrouwen uit het zuiden. De strijd die er geleverd is hier naar emancipatie, naar je ding mogen doen als vrouw, is niet vanzelf gekomen. Avant, quand on était avec les hommes, on n'avait pas la parole. Mais maintenant, avec le collège des femmes, la mise en place du réseau des femmes, nous, alors là, on parle. On a même eu des places au niveau de la communauté. Vrouwen sterker maken, de rode draad doorheen het KVLV-verhaal. Met elkaar beluisteren, elkaar inspireren, elkaar woorden helpen geven. Le collège des femmes, c'est l'endroit où les femmes discutent leurs problèmes. Les problèmes qu'ils ont dans leur travail, le quotidien, les difficultés des services, du ménage et dans les transactions commerciales et la production. De contacten die er het laatste jaar geweest zijn met de FOP en met het College des Femmes, zoals zij hun vrouwenraad noemen, zijn er toch al heel wat dingen weer op stapel gezet. Onder andere is er het hygiëneproject geweest. Donc les femmes qui sont dans le College des Femmes, c'est pour améliorer ici. Et si on améliore la santé, le développement. Les femmes auront du temps pour aller dans les champs parce qu'il n'y a pas assez d'enfants qui tombent malades, surtout les maladies diarrhéiques. Tout ça là va diminuer. Donc c'est une des rôles fondamentaux des femmes qui sont dans ce collège. Zo'n uitwisseling tussen vrouwen in Guinea of Tanzania en hier bij ons is een teken van solidariteit. En daar draait eigenlijk toch gans de vereniging rond. Solidariteit tussen vrouwen. We zijn dat hier in België een stukje verloren, maar hinder is ons dat heel sterk duidelijk geworden. In groep kan je gewoon meer dan alleen. Ik denk dat Trias een heel belangrijke schakel is. Als partner, waarom? Trias kent Ginder toch wel, denk ik, het land veel beter als dat wij als KVLV het kennen. En zij kunnen ons dan zeker en vaste noden overbrengen die Ginder nodig zijn, zodat we eigenlijk geen andere doeleinden bereiken. We willen allemaal dat het Ginder beter wordt, en zeker voor de vrouwen.